Bulgaren en Roemenen zijn echt geen slechtere mensen dan Nederlanders. Gefeliciteerd, hè? 10 jaar Bulgarije en Roemenië bij de Europese Unie. Ja, in ieder geval moeten we de Bulgaren en de Roemenen feliciteren, want die zijn er heel happy mee. Het zijn echte Europeanen, ze willen er graag bij horen, om het zo maar te zeggen. Ja, u zegt het eigenlijk al, zij zijn er blij mee, maar kunnen wij er ook blij mee zijn? Ja, want ik denk dat, we kunnen allerlei issues hebben met Roemenië en Bulgarije. Die hebben we ook als het gaat over de vervolgmaking van de rechtsstaat en over alle economische zaken. Ja, en sinds 2007 zijn ook de cijfers behoorlijk gestegen qua criminaliteit van ook Bulgaren en Roemenen. Ja, zakkenrollers, kettingrovers, het is er niet echt heel veel rustiger op geworden. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die hier gewoon hun werk doen, ook in Europa. En je hebt ook criminaliteit en moeten we dus ook fors bestrijden. Maar hadden we die grenzen eigenlijk wel open moeten gooien als je kijkt naar hoeveel boeven er nu ook zijn binnengekomen? Nou, ik geloof niet dat dat het is. Er zijn ook een heleboel mensen die werken. Er wordt ook goed opgetreden daar waar er een probleem is. En Bulgaren en Roemenen zijn echt geen slechtere mensen dan Nederlanders. Nou ja, en hebben we ook nog van Bulgarije verloren met het voetbal? Ja, maar ik weet niet of we daar de Bulgaren nou de schuld van kunnen geven. We hebben wel heel veel verloren de laatste tijd, dus dat weet ik niet.